Goedemiddag. De laatste Amerikaanse militairen zijn gisteravond vertrokken uit Afghanistan. Eén dag voor de deadline van eind augustus. Eén dag voor de scholen weer opengaan bij ons is bekend hoe scholen moeten omgaan met coronabesmettingen. En ons land pakt niet minder dan 5 nieuwe medailles op de Paralympische Spelen. 2 zilveren en 3 bronzen. Eén dag vroeger dan gepland hebben alle Amerikaanse militairen Afghanistan verlaten. En daarmee komt er niet alleen een einde aan de complexe en chaotische evacuatieoperatie, maar meteen ook aan de langstlopende oorlog in de Amerikaanse geschiedenis. De Taliban hebben nu de controle over de luchthaven van Kabul overgenomen. Een foto als afscheid. Generaal-majoor Chris Donahue verlaat als laatste Amerikaanse militair gisteravond Afghanistan aan boord van een C-17 transportvliegtuig. Na 20 jaar komt er een einde aan de Afghaanse missie van de Verenigde Staten die kort na de aanslagen van 11 september 2001 begon. Onmiddellijk na het vertrek van het laatste Amerikaanse vliegtuig zijn er vreugdeschoten en vuurwerk van de Taliban. Ze trekken ook onmiddellijk de luchthaven van Kabul binnen. De afgelopen weken hebben de Verenigde Staten en de geallieerden zo'n 123.000 mensen uit Afghanistan geëvacueerd. Maar niet iedereen raakte weg. Look, there's a lot of heartbreak associated with this departure. We did not get everybody out that we wanted to get out. But I think if we'd stayed another 10 days, Louis, we wouldn't have gotten everybody out that we wanted to get out. And there still would have been people who would have been disappointed with that. It's a tough situation. De Taliban hebben nu de luchthaven van Kabul onder controle, maar zeggen dat ze nieuwe diplomatieke betrekkingen met het Westen willen, ook met de Verenigde Staten. We will hold the Taliban to its pledge to let people freely depart Afghanistan. The Taliban is committed to let anyone with proper documents leave the country in a safe and orderly manner. Het is dus een grote overwinning voor de Taliban die de nederlaag van de Amerikanen als een waarschuwing zien voor al wie ooit nog Afghanistan wil binnenvallen. Alhamdulillah, manga di khpal mulk azadi terlaza krala. Tol musulmanan, tol mujahidin, tol de Afghanistan millat khushhala da bud khushali ke muk sar barkha wakhista. Met macht komt verantwoordelijkheid, want de Taliban moeten nu met hun eigen special forces zoals deze manschappen terreurgroepen zoals ISK neutraliseren. Het Amerikaanse legermateriaal dat ze ontdekten toen ze de luchthavenloodsen overnamen, zal daarbij misschien weinig helpen, want volgens de Amerikanen zijn de meeste helikopters en voertuigen buiten werking gesteld. Rudy Franks, hoe moet het nu verder in Afghanistan? Dat is de vraag die jij gaat proberen te beantwoorden voor ons. Laten we eens beginnen praktisch bij de luchthaven. Het waren de Amerikanen die die luchthaven draaiende hielden. Is die op dit moment nog operationeel? Nee. De Taliban zijn daar nu binnengetrokken. Mm-hmm. En ook de woordvoerder van de Taliban heeft nu wel verklaard dat hij hoopt dat over binnen enkele dagen de luchthaven terug operationeel zou zijn. Maar je hebt natuurlijk een heleboel praktische bezwaren. Je hebt de voertuigen die er nog staan van de Amerikanen onklaargemaakt, helikopters, wat jets. En volgens een rapport van de Turken, Turkije, want aan hen is gevraagd door de Taliban om te helpen om opnieuw die luchthaven te gaan beheren, operationeel te maken, zeggen dat er nog heel wat werk is aan de startbaan, aan de luchttoren enzovoort. En dan zouden zij kunnen de verkeersleiders brengen. Hè, om het luchtverkeer te kunnen in goede banen te leiden. Eén ding dat we niet mogen over het hoofd zien, buiten die praktische dingen, is de veiligheid. Er zijn aanslagen geweest in de buurt van de luchthaven. We gaan de Taliban daar kunnen voor zorgen. En misschien dat over het hoofd vaak wordt gezien, de Amerikanen hebben het luchtafweergeschut onklaargemaakt, die namelijk die aanvallen met granaten en zo moeten tegenhouden. Welke commerciële vliegtuigmaatschappij wil landen indien er een incident zou zijn. Dus dat valt nog enkele dagen af te wachten. Ja, dan zijn er heel veel evacuaties geweest de voorbije week, maar er zijn mensen niet weggeraakt. Hoe zit het met hen? Geraken zij dan nog weg? Die luchthaven werkt niet, de veiligheid is niet gegarandeerd. De Taliban hebben wel beloftes gedaan, maar wat is dat waard? De wereld hoopt dat de Taliban zijn geloftes gestand doet en dat binnen of over enkele dagen effectief zouden kunnen opnieuw commerciële vluchten ingezet worden om mensen weg te brengen. Duitsland bijvoorbeeld, die hopen zelfs chartervluchten in te zetten. Nu, dat volstaat allicht niet. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken die heeft gezegd van ja,
We zouden ook moeten over de weg kunnen mensen wegkrijgen naar Pakistan, naar Torkam, dat is de grens met Pakistan. Dat is een gevaarlijke weg van 5-6 uur, waar Al-Qaeda en IS zou kunnen zich bevinden. En zelfs dan lukt het niet noodzakelijk, want op dit ogenblik, al enkele dagen, is er een Belgische familie, met een Belgische identiteitskaart, die aan die grens staat en er ook niet over geraakt. Ze slagen er ook niet in bijvoorbeeld om contact te leggen met de Belgische ambassade in Islamabad. Dus zelfs dan zal het nog niet zo makkelijk zijn. Mm-hmm. Weten we, Rudy, wat de Taliban van plan zijn met het land nu ze de macht hebben? Ook alweer volgens Pakistan, die een hele dikke vinger in de pap heeft daar, zegt en hoopt dat ze op korte termijn, ten laatste over enkele dagen, een inclusieve regering zouden hebben. Misschien wishful thinking, namelijk een regering waarin een aantal mensen van het ancien regime opgenomen zijn, om een soort van regering van nationale eenheid, de oud-president Karzai bijvoorbeeld. En dan, en dat is ook van belang, zeggen Rusland bijvoorbeeld, dat Amerika ermee zou instemmen dat de miljarden van tegoeden, want het gaat ook over geld natuurlijk, ja, zouden losgemaakt worden en dat de Taliban zouden kunnen over beschikken en dat er een soort van internationale erkenning komt. Zou er stabiliteit nu komen in het land? De stabiliteit is iets waar de Taliban alle belang bij hebben. Ja. Veel zal afhangen van in welke mate ISK, de filiaal van IS, daar roet in het eten zou kunnen gooien. Antony Blinken heeft gezegd dat hij dacht dat er zo'n 2000 ISK-strijders zich daar bewegen. Dan is de vraag, hoe ga je die strijd aanbinden. En dat vind ik wel een heel opmerkelijk zinnetje van de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, dat ze de Taliban nodig hebben en misschien wel willen samenwerken in het kader van de nationale, vitale nationale belangen van Amerika. Zou dat willen zeggen dat ze kunnen samenwerken om die ISK te bestrijden? De toekomst moet het uitwijzen. Zo is dat. Dankjewel, Rudy. En in Brussel zijn de Europese ministers van Binnenlandse Zaken en Migratie momenteel bijeen om te overleggen over Afghanistan. Europa is met name beducht voor een nieuwe grote vluchtelingenstroom vanuit Afghanistan, zoals het geval was in 2015 met de burgeroorlog in Syrië. Ze willen bespreken hoe ze een scenario als dat van 2015 kunnen voorkomen. Rob Herwoud, goedemiddag. Ja, de Europese landen die lijken niet echt bereid om veel vluchtelingen op te nemen, maar wat stellen ze dan voor? Wel, zoals je zei, zijn de meeste lidstaten bang dat er zich herhaalt wat er in 2015 gebeurd is. Toen een miljoen Syriërs die eerder weggevlucht waren uit Syrië naar Turkije, plots via Griekenland naar de Europese Unie kwamen. Daarom willen de Europese lidstaten ervoor zorgen dat wanneer er nog mensen weg zouden vluchten uit Afghanistan, nu de Taliban daar aan de macht zijn gekomen, dat die in de buurlanden worden opgevangen. Die vangen nu al veel mensen op. Iran en Pakistan volgens de VN vangen nu al 2,2 miljoen mensen op. Turkije zegt zelf dat het 300.000 Afghanen huisvest. En volgens de VN zouden er misschien in totaal nog 500.000 Afghanen het land willen ontvluchten. Maar, dat zegt ook staatssecretaris Sami Mehdi, het is de bedoeling dat die mensen niet naar Europa komen en daarom moeten ze best in de regio worden opgevangen. We moeten ervoor zorgen dat mensen die vluchten voor oorlog, dat die meteen degelijke opvang krijgen. En de meeste vluchtelingen die komen terecht in de regio. In heel de wereld gaat het om 90% van alle vluchtelingen. Ja, en vanuit Europa moet je ervoor zorgen dat die opvang, dat die kwaliteitsvol is, dat die goed is, dat kinderen naar school kunnen gaan, dat ouders zich beschermd voelen. En als dat het geval is, ja, dan kan je vermijden dat er jaren later een vluchtelingenstroom op gang zou kunnen komen. Rob, worden er vandaag beslissingen verwacht op dat overleg? Nee, nog niet. Als je bijvoorbeeld wil dat er meer mensen worden opgevangen in de buurlanden, dan moet je de bijdrage aan de VN-organisatie verhogen. Maar daarover zijn vandaag absoluut nog geen beslissingen te verwachten. De VN vraagt ook dat Europa en andere delen van de wereld een deel van de vluchtelingen zou hervestigen. Dus overvliegen vanuit die vluchtelingenkampen naar de Europese Unie. Maar ook daarover zijn er geen toezeggingen te verwachten. Vandaag alleen een algemene discussie, een eerste discussie en wellicht ook een algemene verklaring die daarna zal worden goedgekeurd, maar nog geen concrete beslissingen. Dankjewel Rob om dat toe te lichten. In de Amerikaanse staten Louisiana en Mississippi wordt de schade opgemeten na de doortocht van orkaan Ida, die intussen afgezwakt is tot een tropische storm. In totaal zijn er 3 doden gevallen. Naar schatting 1 miljoen inwoners van New Orleans zitten nog altijd zonder stroom. En er is vooral opluchting dat de dijken stand hebben gehouden. My roof gone. I lost all my clothes, my furniture, my appliances, everything. Right now I got nothing.
Theophilus Charles woont in Houma, Louisiana. Hij toont de verwoesting die orkaan Ida toebracht aan zijn huis met snelheden tot 240 kilometer per uur. Dag op dag 16 jaar na die andere orkaan, Katrina. I was born here. We went through all the major hurricanes here. So I figured I could stay in here, you know, and ride this one out, but I couldn't. Luchtbeelden tonen de ravage op andere plaatsen in de staat, die zowat volledig zonder stroom kwam te zitten. Maar de nachtmerrie dat Katrina zich zou herhalen en dat de dijken zouden breken, is niet uitgekomen. If there is a silver lining, and today it's kind of hard to see one, it is that our levee systems really did perform extremely well. Reddingswerkers hebben de handen vol, verstaat de inwoners van Louisiana en Mississippi, alweer een lange en dure wederopbouw te wachten. Theophilus zelf doet een wanhopige oproep. I need help. If anybody out there can help me, please do. Because I ain't got nowhere and I lost everything I had. Laten we nog eens naar de coronacijfers bij ons kijken, nu er enkele weken geleden weer versoepelingen zijn ingegaan en het nieuwe schooljaar voor de deur staat. We hebben deze zomervakantie een kleine stijgende trend gezien, maar die is intussen gestopt. De cijfers blijven min of meer stabiel nu. De voorbije week hebben elke dag 2012 mensen positief getest op corona. Dat is 3% meer dan de week voordien. Er zijn elke dag gemiddeld 60 patiënten met COVID opgenomen in het ziekenhuis. Dat is zelfs 1% minder dan de week ervoor. Er liggen 674 COVID-patiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie er 200 intensieve zorg nodig hebben. Elke dag sterven 6 mensen aan COVID in ons land nu. En wat vaccinaties betreft hebben we een nieuwe kaap gerond. Meer dan 70% van de gehele bevolking is nu volledig gevaccineerd. Andebie, goedemiddag. Ja, meer dan 70% volledig gevaccineerden in ons land. Is daarmee het einde van de epidemie in zicht? Helaas nog niet helemaal, Annelies, want 70% is best wel veel. Afgelopen vakantie hebben ook heel veel jongeren zich nog laten vaccineren, wat heel, heel goed is. Maar er zijn nog een aantal Belgen die niet gevaccineerd is, vooral dan in Brussel. En het virus zoekt zich een weg naar wie niet gevaccineerd is. Dus besmettingen blijven nog altijd mogelijk. Nu, hoeveel dat er gaan zijn en hoeveel dat er gaan zijn in het najaar, dat vraag ik aan professor Van Gucht van Cienzano. Goedemiddag. Jullie hebben scenario's gemaakt met het aantal mogelijke besmettingen in het najaar. Komt er een vierde golf op ons af? Wel, het is heel waarschijnlijk dat er nog een golf gaat komen. Wat nog onzeker is, hoe groot gaat die golf precies zijn? De modellen die onze collega's van de Universiteit van Hasselt en Antwerpen hebben berekend, die tonen dat daar heel wat variatie op zit ten eerste, maar die tonen dat het wel mogelijk is dat er in het najaar, periode oktober-november, nog een golf kan komen met 400 opnames per dag en zelfs meer dan 1000 patiënten op intensieve zorgen. Nu, dat zal heel ongelijk verdeeld zijn. In Vlaanderen zal dat vrij goed meevallen, maar vooral in Brussel kan die vrij hard toeslaan. Wallonië zal zo'n beetje tussenin zitten en dat heeft te maken met die verschillen in vaccinatiegraad. En dat gaat ook te maken hebben met het gedrag dat we gaan stellen in de komende maanden. Er gaan wat versoepelingen bij komen. Als ons risicogedrag fel toeneemt, met 50% meer bovenop wat we nu al hebben in augustus, dan kan je wel voor zo'n zware golf gaan in oktober, november. Is dat bijvoorbeeld maar 30%, dus niet zoveel minder, dan zie je dat dat aantal patiënten maar de helft zal zijn. Slechts 500 patiënten op intensieve zorgen. Dus daar zit veel spreiding op. En een klein beetje voorzichtigheid kan een zeer grote impact hebben voor de ziekenhuizen in het najaar. Voorzichtig, zegt u, maar waarom moeten mensen die gevaccineerd zijn ook nog voorzichtig blijven? Wel, als je gevaccineerd bent, dan heb je inderdaad een goede bescherming tegen ernstige ziekten. Die is niet 100%. Hè. Die is zo 80% voor oudere mensen, voor jongere mensen loopt dat op in de 90%. Dat is zeer goed, maar dat is geen 100%. En zeker voor de meest kwetsbaren gebeurt dat, dat ze af en toe toch nog wel eens in het ziekenhuis terechtkomen. En die kans vergroot als er heel veel virus circuleert. Nu, als je volledig gevaccineerd bent,
kan het ook nog altijd zijn dat je voor een stukje ook dat virus gaat verspreiden. De kans is veel minder groot dan bij niet-gevaccineerden. Dus met de vaccinatie ga je ook niet alles oplossen. Het is een heel belangrijk hulpmiddel, maar het is niet de totaaloplossing. En het probleem is dat er nog altijd grote gaten zitten in ons bescherming. Dat is inderdaad wel het grootste probleem, dat we delen van het land hebben, groepen in de samenleving waar die vaccinatiegraad heel laag is. En die gaten gaan opgevuld worden door het virus. Het zal vooral zaak zijn om dat wat te vertragen, zodanig dat je dat spreidt in de tijd en de belasting in de ziekenhuizen, dat je die aanvaardbaar kan houden. Wie in Vlaanderen niet gevaccineerd is en nergens ter wereld, dat zijn natuurlijk de jonge kinderen. Ja. De scholen gaan weer open. Heel kort, welke maatregelen beveelt u aan voor de scholen? Waarin dat er heel twee heel belangrijke dingen zijn. Hè. Zolang het kan in het najaar en als het weer het toelaat, doe zoveel mogelijk activiteiten buiten. Zeker de sportactiviteiten, dat is goed. De lunchpauzes, als dat buiten kan. En werk nog altijd met klasbubbels. Zeker in het lager onderwijs, want ja, daar zijn de kinderen niet gevaccineerd. Daar zit eigenlijk nog een groot deel van de, of daar zit een deel van de samenleving dat niet beschermd is door het vaccin. Dus daar kan het virus nog wel serieus circuleren. Maar je kan die circulatie inperken door te denken aan die klasbubbels, zodanig dat als het virus de school binnenkomt, dat het enkel maar een impact heeft op één of enkele klassen en niet op de volledige school. Dank u wel, professor Van Gucht. Ja, samenvattend zouden we kunnen zeggen, Annelies, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Dank je wel, Anne. En vandaag is ook duidelijk geworden wat scholen moeten doen wanneer er een besmetting opduikt op school. Voor crèches, kleuter- en lagere scholen hoeven de klasgenootjes van één besmet kind niet langer allemaal getest te worden of in quarantaine te gaan. Ze blijven wel het best een tijdje weg van kwetsbare mensen zoals hun grootouders. Bij een besmetting in de middelbare school is het ook niet meer de hele klas die getest moet worden en naar huis moet, maar alleen wie dicht contact had met de besmette leerling. En wie gevaccineerd is mag trouwens na een negatieve test meteen weer naar school. Is er meer dan één besmetting in de klas of test een leerkracht positief, dan bepaalt het CLB of de hele klas in quarantaine moet. En ook nieuw is dat de leraarskamers op de scholen weer open mogen. Vorig jaar waren ze dicht, omdat het risico te groot was dat leerkrachten elkaar zouden besmetten. In 5 scholen in Vlaanderen zou het risico op besmetting zowat helemaal nul moeten zijn. Daar startte Christelijke Onderwijsvakbond een proefproject om met allerhande technische ingrepen de leraarskamer gedesinfecteerd en virusvrij te houden. Onder meer in het GTI in Beveren in Oost-Vlaanderen. Het lijken wel torpedo's die aan het plafond hangen, maar het zijn toestellen die met ultraviolette stralen de lucht desinfecteren. Een technologie die al in heel wat sectoren gebruikt wordt, maar nieuw is in het onderwijs. Dat paarse licht, dat gaat de lucht desinfecteren, met name alle aanwezige bacteriën en virussen worden in hun structuur vernietigd, waardoor het besmettingsrisico ernstig naar omlaag wordt gebracht. 160 leerkrachten werken op deze school. Die zijn nooit allemaal tegelijk in de leraarskamer, maar het kan hier behoorlijk druk worden. Daarom wordt er ook gemeten hoeveel CO2 er in de lucht zit en wordt de lucht met filters gezuiverd. Ook de basisregels blijven van kracht, zoals ventilatie en mondmaskers in de leraarskamer. Het is wel belangrijk om die social distancing goed te hebben en dat mensen ook wel durven naar andere lokalen uit te wijken als het echt te druk begint te worden. Dus die reflex moet er wel zijn. Maar ja, dit is natuurlijk een systeem bovenop. Het geeft wel een geruster gevoel, hè, dat wel. Hè. Maar het is niet zo dat we nu denken dat we volledig veilig zijn en dat we er vanaf zijn. Die leraarskamer die was bedreigd door het COVID-virus. Vorig jaar zijn in heel wat scholen letterlijk die lerarenkamer gesloten. En we willen eigenlijk die lerarenkamer teruggeven door eigenlijk ook de mensen het vertrouwen te geven dat ze in een veilige omgeving opnieuw met elkaar kunnen praten. Een jaar lang wordt de luchtkwaliteit en het effect van het paarse UV-licht gemeten. Bij een kleine 3% van de jeugdkampen en andere jeugdactiviteiten deze zomer is een coronabesmetting vastgesteld. Dat is meer dan vorig jaar. Toen zijn er besmettingen vastgesteld bij maar 0,2% van alle kampen en activiteiten. Volgens Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle waren het er dit jaar meer, omdat er meer getest is. Ook de circulatie van de meer besmettelijke Delta-variant van het coronavirus verklaart volgens hem de stijging. Er zijn dus kampen voortijdig afgebroken door corona, maar ook door de watersnood in Wallonië.
Het was geen evidente zomer. Door corona, maar ook door de watersnood bijvoorbeeld in juli. Maar meer dan 97% van de kampen en activiteiten zijn nog kunnen doorgaan zonder enige besmetting. Dat was voor 1 miljoen Vlaamse en Brusselse kinderen een lichtpuntje in de zomer. Een welverdiende vakantie op kamp met speelpleinwerking of op vakantie. Katrien, goedemiddag. Het gaat hard voor de Belgen op de Paralympische Spelen. Het lijkt wel medailles te regenen. Ja, inderdaad. Uiterst succesvolle dag vandaag. Op één dag zijn er 5 medailles bijgekomen. 3 in het wielrennen, 2 in de atletiek. Dat brengt het totaal nu al op 12. En dat is nu al 1 medaille meer dan 5 jaar geleden in Rio. Ewout Vromant greep zilver in de tijdrit. Na zijn disqualificatie van vorige week in de 3 kilometer achtervolging op de piste, heeft Vromant dus toch een medaille beet. En dat ondanks tot 2 keer toe mechanische pech. Hij kan het nauwelijks geloven. Ewout Vromant heeft na de miserie van vorige week eindelijk zijn medaille beet. Wat hem op de piste niet gegund was, lukt hem wel op de weg. Een zware last is van zijn schouders gevallen. Het is waar ik van gedroomd heb, een medaille op de tijdrit. Fantastisch. Natuurlijk zit Ewout Vromant vol met revanchegevoelens na wat er hem vorige week is overkomen. Geen medaille op de piste, dan maar op de weg. Een tijdrit van 24 kilometer over een vrij zwaar parcours is de opdracht. Vromant zit goed in het ritme, maar heeft wel tot 2 keer toe kettingproblemen. Het lijkt ondanks zijn goede tussentijden alweer een moeilijke dag te zullen worden. Maar Vromant blijft zichzelf oppeppen. Niets of niemand krijgt hem deze keer stuk. En hij wordt beloond met zilver. Met een week uitstel plukt hij de vruchten van jaren hard werken. Veel opofferingen op alle mogelijke vlakken. Hè. Lichamelijk, sociaal, mentaal, familiaal. Heb je je vrouw al gehoord, Ewout? Ja, ik heb mijn vrouw zeker gehoord. Ja, ze heeft gevolgd. Ze was super zenuwachtig. De kindjes hebben ook enorm meegeleefd. Ik heb ze ook aan de lijn gehad. Ze waren doodmoe, want ja, ze moesten eigenlijk al lang in hun bed zitten. Donderdag is er nog de wegrit. Ja, grote opluchting voor Ewout Vromant. Zilver in de tijdrit. In andere klasses van het tijdrijden hebben 2 andere Belgen brons gegrepen. Tim Seelen en Maxime Ordi. Overtreffen de Belgen daarmee de verwachtingen, Ruben? Dat is misschien een klein beetje overdreven overtreffen, want uiteindelijk ja, in het wielrennen hadden we wel degelijk heel veel medaillekansen. Maar de puzzel moest uiteraard goed vallen, dat spreekt voor zich. Dat ze alle 3 eentje zouden nemen, dat hadden we dan misschien niet verwacht. Maar het zijn jongens die op het hoogste niveau natuurlijk al het een en het ander bewezen hebben. Zowel in kampioenschappen als in wereldbekers hadden ze toch hun strepen al verdiend. En de revanche dus voor Ewout Vromant, 37 jaar ondertussen zijn eerste Paralympische medaille. Het verhaal kent u ondertussen. Ook Maxime Ordi, voor hem de allereerste Paralympische medaille, jongen van 25 jaar. Uit Overijssel, vroeger een gymnast, nu een handbiker. En dan was er nog de jongste van allemaal, Tim Seelen, de man uit de buurt van Leopoldsburg, uit Ham. Was er wel al bij in Rio, daar werd hij 10e in de tijdrit en 6e in de wegrit. Ook voor hem de allereerste Paralympische medaille. Tim Seelen ging werkelijk uit zijn dak. De vreugde was enorm nadat hij zeker was van de medaille. Kijk maar even mee. Ja, sport kan mooi zijn. Hè. Sport is enorm mooi, zeker op deze manier. En het hoeft nog niet gedaan te zijn met die vreugde natuurlijk, want zoals je daarnet al hoorde in het stuk, de wegritten komen er nog aan en ook daar hebben de Belgen uiteraard medaillekansen. Er zijn ook medailles gevallen vandaag in het atletiek, op de rolstoelsprint meer bepaald. 200 meter daar, 2 Belgen daar aan de start, Roger Haps en Peter Genijn, de grote favoriet, samen met de Fin Tony Pispanen. Het is helaas die Fin geworden die daar goud heeft gepakt. Tony Pispanen die heeft de Olympische of de Paralympische titel liever weggekaapt voor de neus van de Belgen, want de Belgen werden 2 en 3, wel 2 medailles erbij. Dat is mooi. Zilver voor Peter Genijn, brons voor Roger Haps. Peter Genijn in Rio goed voor goud op de 100 en 400 meter is toe aan zijn eerste race in Tokio. Hij mikt ook nu op de 200 meter resoluut op het goud. Genijn en zijn eeuwige rivaal de Fin Pispanen duelleren als altijd op het scherpst van de snee. Roger Haps, de tweede Belg in de race, rijdt intussen heel knap naar het brons.
Een kleine fout van Genijn in de bocht beslist het duel. Pispanen snelt in de laatste rechte lijn weg van onze landgenoot naar een Paralympisch record. Dit keer moet Genijn tevreden zijn met de zilveren medaille. Goud voor de Fin, Pispanen, zilver voor Genijn, brons voor Habs. Opnieuw twee medailles voor de Belgen. Ruben Peter Genijn heeft zilver. Later deze week krijgt hij nog een kans op goud op de 100 meter. Wat was zijn reactie na die 200 meter? Toch ontgoocheld hoor. Al dacht hij er zelf van dat hij dat er niets meer in zat. Pispanen was te sterk, maar toch ontgoocheld omdat hij voor twee keer goud naar Tokio was gekomen. Had al twee keer goud in Rio gewonnen. Dan ben je een beetje aan je stand verplicht om hier natuurlijk opnieuw Paralympisch kampioen te worden. Die kans is er wel nog op de 100 meter. Hadden fouten gemaakt in de bocht, zei hij zelf. Maar of het echt een verschil zou gemaakt hebben aan het eind van de rit, zelfs zonder die fout, hij denkt het niet. Topsnelheid lag te laag. De tijd was niet goed genoeg om Tony Pispanen te bedreigen. Kijk, op de 100 meter vrijdagavond opnieuw een kans voor Roger Habs, voor Peter Genijn. Maar dan moeten ze wel opnieuw voorbij die te duchten Finn Katerin, Tony Pispanen. Ja, toch een beetje ontgoocheld. Hoe wil die gouden medaille? Hè? En, ja, ik weet dat het erin zit, het is er alleen niet uitgekomen. Ik denk dat ik vrij goed weg was. Denk ik dat we ook redelijk gelijk uit een bocht gekomen zijn. Maar ja, ik denk dat mijn topsnelheid net iets te laag lag. En nu op naar de 100 meter? Ja, wel, we gaan daar proberen revanche te nemen. Hè. Afspraak voor de 100 meter rolstoelsprint komende vrijdag. Onze gouden en bronzen medaillewinnaars van het tafeltennis zijn intussen weer in België. Paralympisch kampioen Laurens de Vos en de bronzen Florian van Akker. Ze zijn zo net geland op Zaventem. De Vos en van Akker kregen een erg warm onthaal. Familie en vrienden stonden hen op te wachten. Moe, maar gelukkig komen Florian van Akker en Laurens de Vos toe op Zaventem. Ze zijn zo'n 18 uur onderweg geweest en die gouden medaille is de Vos niet uit het oog verloren. Die medaille die ga ik niet ver van mij houden. Ik mis hem ook als ik hem niet aan heb, dan denk ik van waar is mijn medaille, waar is mijn medaille. Blij om terug thuis te zijn? Ja, dat sowieso. Ook om terug te zijn met de familie. Omdat het is een lange periode geweest. Ik heb ook een lange voorbereiding gehad in het buitenland enzovoort. Dus ik ben totaal niet veel thuis geweest. Ik denk dat ik in twee maanden misschien drie dagen thuis ben geweest. Nu neemt de student Financiën en Verzekeringen een weekje rust. Daarna beginnen de trainingen opnieuw. Maar eerst gaat hij genieten en dat begint straks al. Ze hebben al een paar foto's doorgestuurd en ik heb de straat al gezien bij ons. En daar staan een heel grote spandoek en zo. Heel de straat is versierd. Dus we gaan ook een straatfeest houden met de buren enzovoort. Ik ben zo blij dat je hier bent. En bravo. Van Akker is blij om terug thuis te zijn. Het voorbije jaar stond volledig in het teken van tafeltennis. Nu gaat hij opnieuw tijd hebben voor zijn hobby, paardrijden. Ik was een dik jaar gestopt voor de Paralympische Spelen. Allee, waarom? Omdat ik geen blessures wil hebben. Je kent dat wel, van paardval breekt je been of breekt je pols bij het neerkomen. Maar bon. Het is een moeite niet geweest dat ik paardrijden gestopt ben voor de Paralympische Spelen, maar ik heb nog geen 1/4 van mijn niveau kunnen halen. Tot zover de Paralympische Spelen. Op de Open Amerikaanse Tenniskampioenschappen heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de tweede ronde. Maar dat ging heel moeizaam. Mertens redde liefst 6 matchballen tegen de Zweedse Rebecca Peterson, de nummer 54 van de wereld. Mertens is de nummer 16. De wedstrijd duurde meer dan 3,5 uur. Het is niet de beste Elise Mertens die vannacht op de baan staat in New York. Ze haalt niet haar gebruikelijke niveau en verliest de eerste set kansloos met 6-3. Rebecca Peterson ruikt haar de set die 1,5 uur duurt. Ook daarin krijgt Peterson een matchbal. Opnieuw werkt Mertens die weg. Bij 6-5 krijgt de Limburgse zelf een eerste keer. Het was slecht. Ja, ik moet dat eerlijk toegeven, het was niet goed. Ik heb wel geprobeerd en blijven proberen en blijven op die baan willen blijven staan. En ik heb gewoon gewonnen door het mentale. Niet door de tennis, zeker niet. Maar gewoon door het mentale om te zeggen van ja, ik wil zo graag. En ja... Het was een dag om te vergeten, maar om langs de andere kant ook niet te vergeten. Door de wilskracht die ik toch getoond heb.
En die tweede ronde zou eenvoudiger moeten zijn. Straks is er veel wielrennen hier op één, met eerst de Benelux-tour en daarna de Vuelta. Dankjewel, Katrien. Er is nog nieuws van het Koningshuis. Kroonprinses Elisabeth, de dochter van koning Filip, gaat studeren aan de Universiteit van Oxford in het Verenigd Koninkrijk. Het voorbije jaar volgde ze een militaire opleiding in ons land en nu gaat ze voor 3 jaar naar Lincoln College, een van de kleinere colleges van de Universiteit van Oxford. Ze gaat er geschiedenis en politiek studeren. Het paleis laat weten dat de kroonprinses voor Oxford kiest, omdat het onderwijssysteem haar aanspreekt. Een mix van hoorcolleges en zelfstudie. Oxford is niet ver. Het is de bedoeling dat we haar hier nog geregeld gaan zien. We begonnen dit middagjournaal in Afghanistan, waar alle Amerikaanse militairen nu weg zijn. De vraag is nu of en hoe de Taliban erin zullen slagen om stabiliteit te brengen in het land. Bedankt voor het kijken. Tot vanavond. We will hold the Taliban to its pledge to let people freely depart Afghanistan. The Taliban is committed to let anyone with proper documents leave the country in a safe and orderly manner. De wereld hoopt dat de Taliban zijn geloftes gestand doet en dat binnen of over enkele dagen effectief zouden kunnen opnieuw commerciële vluchten ingezet worden om mensen weg te brengen. Met de 14 Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis. Dankzij de zon gaan we vooruit. Luminus, samen maken we het verschil. Zoveel weertypes, zoveel dakpannen. Wienerberger. Dag beste kijkers. We eindigen onze natte zomer met grotendeels droog weer. Toegegeven, er waren vanmorgen een paar buitjes aan de kust bijvoorbeeld en in de Ardennen. Maar vanmiddag gaat het waarschijnlijk wel op de meeste plaatsen droog blijven. Er was ook een grijze start, veel lage wolken, hier en daar zelfs hardnekkige lage wolken, waar de zon het wat moeilijker heeft om erdoor te komen. Maar die afgelopen uren zagen we toch stilaan meer en meer gaten komen in dat wolkendek. Dus voor vanmiddag ziet dat er nog zo slecht niet uit. Geregeld wat zonneschijn en best aangename wandel- en fietstemperaturen. We liggen nog altijd onder de invloed van een hoge druk, weliswaar aan de rand daarvan. En aan de rand krijgen we toch redelijk frisse lucht. Maar voor woensdag krijgen we ook redelijk veel wolken. Veel lage wolkenvelden en dus eerst grijs weer. Maar later op de dag gaat die zon er stilaan toch meer en meer kunnen doorbreken. En dan zijn we vertrokken voor een periode met een paar vrij mooie tot zelfs mooie dagen. Want die hoge druk die gaat zich uitbreiden over onze streken. En dus donderdag, vrijdag en zaterdag gaan we behoorlijk wat zon kunnen meepikken. En blijft het overal droog. Vandaag waarschijnlijk ook wel op de meeste plaatsen. Misschien heel lokaal nog een bui, maar de kans is veel meer klein. Aan de kust kan het mogelijk iets langer duren alvorens die zon er wat meer gaat doorkomen. En ondertussen krijgen we dan temperaturen tot 21, in de Kempen 22 graden. En dat is toch een vrij normale temperatuur voor de tijd van het jaar. En voor vanavond en vannacht is er eerst nog weinig bewolking, maar later krijgen we vanaf de kust van overzee alweer lage wolkenvelden. Die geraken ook verder landinwaarts, maar niet tot in het uiterste zuiden. Dus in het uiterste zuiden van het land gaat het waarschijnlijk nog tot het einde van de nacht licht bewolkt kunnen blijven. Temperaturen tussen 10 en 16 graden. En morgen starten we wel met redelijk veel lage wolken. Dus eerst dat grijze weer. Maar in de loop van de dag gaat de zon er stilaan meer en meer doorkomen. Dus toch wel een redelijk aangename start van het nieuwe schooljaar. Vooral na de middag krijgen we wat meer zonneschijn bij temperaturen rond 21 graden. En dan voor donderdag hebben we dat redelijk mooie weer. Toch wel behoorlijk wat zonneschijn. Af en toe wat wolkenvelden. Blijft droog en 22 graden. En meer nog, vrijdag starten we alvast met veel zon. Later wat stapelwolken. Droog weer bij 23 graden. En nog meer voor zaterdag. Min of meer hetzelfde. Met dus 23 graden. Met opnieuw toch redelijk wat zonneschijn. Dan is er een omschakeling vanaf zondag. Want dan verwachten we niet alleen meer wolken. Er kan hier en daar een bui vallen bij 23 graden. En voor het begin volgende week houden we het bij licht wisselvallig weer. Met hier en daar een bui, maar toch nog altijd die 22 graden. En daar is mee alles gezegd voor vanmiddag. Bedankt voor het kijken
en heel graag nog tot later. Dag.